Ik heb Parkinson en ik heb het nu zo'n 16 jaar. En, het is een chronische, progressieve aandoening. Dat wil zeggen, het is niet te genezen en het wordt geleidelijk aan slechter. En dat betekent dus ook dat ik als Parkinson-patiënt de rest van mijn leven te maken heb met specialisten. En ik merk nu dat het belangrijkste is dat ik mij goed voorbereid op een consult. Als ik van tevoren nadenk over wat wil ik nou eigenlijk weten, wat wil ik van die neuroloog nou eigenlijk weten, dan vergeet ik dat niet als ik dat op papier heb staan, dan vergeet ik dat niet te vragen. En ik heb inmiddels ook begrepen dat zo'n neuroloog het ook veel prettiger vindt als ik met concrete vragen kom. Omdat hij dan niet zozeer hoeft uit te vissen wat is er nou eigenlijk met hem, wat wil hij. Ik heb mijn wensenlijstje bij me. En nu ik heb geleerd dat ik mij gewoon moet voorbereiden. Na het moet denken over wat wil ik nou eigenlijk weten, wat heb ik nodig voor informatie. Het consult veel effectiever is en het voor de specialist merkbaar ook leuker is om mij, met me mee te denken.